Welkom allemaal bij deze weekboodschap voor 22 tot en met 28 mei 2023. Reading voor het collectief, dus het kan niet voor iedereen resoneren. Neem alleen de boodschappen mee waar je iets aan hebt. Wat resoneert en laat de rest vooral los. Ik ga beginnen met de tea leaves. Onder op het dek na het voorschudden voor de komende week. Er werkt iemand jou tegen achter je rug om. Met een rat. Iemand werkt je tegen achter je rug om. Dat mogen we nog meer ontvangen voor de week van 22 tot en met 28 mei. Oeh, de kaart vliegt eruit. Dank u wel. Nog twee kaarten alsjeblieft, universum, voor 22 tot en met 28 mei. We hebben een oog. En je kunt bepaalde gaven hebben. Spiritueel. Helderziendheid. Een hele sterke intuïtie, heldervoelendheid. De boodschap is, vertrouw op je intuïtie. We mogen nog meer ontvangen voor 22 tot en met 28 mei. Ja, dank u wel. We hebben een vriend, een dog, een hond. Een vriend die jou in bescherming neemt. Bescherming krijgen van een vriend. En wat nog meer voor 22 tot en met 28 mei 2023. Ja, er zullen bepaalde activiteiten achter elkaar plaatsvinden. Gebeurtenissen die een invloed hebben op jouw leven. Die een effect zullen hebben. Snelle opeenvolging van zaken die er gebeuren die een effect hebben op je leven. Er is nieuws onderweg. Nieuws is onderweg. Het kan te maken hebben met een nieuwe start, een nieuw begin. Een hoofdstuk wat afgesloten wordt. Met succes, maar ja, het kan een kans zijn die je geboden wordt. Voor sommigen van jullie kan het te maken hebben met de start van een nieuwe baan. Of een verhuizing, een nieuw huis toegewezen krijgen. Of mogen we nog meer ontvangen? Oh, en voordat ik het vergeet, onder op het dek hebben we hier een vat, een barrel. Je hebt het gevoel dat er iets mist in je leven. En het kan zijn liefde, geld of bepaalde doelen die je wilt bereiken. Wat mogen we nog meer ontvangen voor de komende week 22 tot en met 28 mei, universum? We hebben een ring. Een huwelijk vindt plaats. Dus dit kan letterlijk betekenen een huwelijk. En dit kan voor jullie zelf betekenen. Het kan zijn dat je in het huwelijksbootje gaat stappen in de komende week. Dus dit kan romantiek zijn, maar dit kan ook een huwelijk zijn op zakelijk gebied. Ja, zoals ik zei, een nieuwe baan starten. Een contract gaan tekenen de komende week. We hebben een ram. Kan je eigen sterrenbeeld zijn, iemand in je omgeving. En dit staat voor een koppige, agressieve persoonlijkheid. Vurige persoonlijkheid. En onder op het dek hebben we een handshake, een handdruk. Een ontmoeting met een vreemde kan belangrijk voor je zijn de komende week. En het kan dus iemand zijn die kansen, mogelijkheden met zich meebrengt. Iemand die misschien op liefdesgebied met de ring die we hebben. Maar het kan dus ook te maken hebben inderdaad met een aanbod voor een baan. Dus we gaan het zien. Wat mogen we ontvangen van het Moonology Oracle deck? Oh, er valt een kaartje op de grond. Een jongere vrouw, te maken krijgen of een relatie met een jongere vrouw, viel op de grond. Wat mogen we ontvangen voor de komende week, 22 tot en met 28 mei? Stap uit je comfortzone. Op drie kaarten. Conclusies liggen binnen handbereik voor de komende week. Conclusies liggen binnen handbereik. Dus het kan zijn dat je in de komende week bepaalde conclusies kunt trekken. Wat mogen we nog meer ontvangen? Iemand werkt je tegen achter je rug om. En ik heb het gevoel dat een vriend of vriendin het voor je op gaat nemen. De antwoorden waar je naar zoekt komen eraan. Dus er kan helderheid, verduidelijking plaatsvinden. Je kunt je conclusies trekken. En het is tijd om negativiteit los te laten. Laat negativiteit los. Ja, en daaronder ligt, wat is het wat je los moet laten? Nou, de negativiteit hebben we hier liggen. Het antwoord
wordt meteen gegeven. En ik heb het gevoel dat er de komende week nog meer antwoorden binnen kunnen komen. Onder op het dek hebben we na het voorschudden de magier tweelingenergie. Iets manifesteren en dit heeft ook weer te maken met een nieuwe start. Kaart nummer 1. En de kaart die hiervoor komt is de dwaas. Iemand die ja, een nieuwe cyclus begint. Een nieuwe reis begint. Vol goede moed. En dit is iets wat je zelf manifesteert. 3 kaarten voor de komende week. 22 tot en met 28 mei 2023. 3 kaarten universum voor de komende week. 22 tot en met 28 mei 2023. 22 tot en met 28 mei 2023. 3 kaarten alstublieft. Dank u wel. Pentakels 7. Stilstaan om te reflecteren. Je hebt ergens in geïnvesteerd, de zaadjes geplant. En dit is iemand die wacht tot het er geoogst kan worden. Maar je bent aan het kijken, wat heb ik geïnvesteerd? Wat is het resultaat? En wat wil ik nog geven in een connectie? Het is tijd om een volgende stap te zetten. Het is tijd om een keuze te maken. We hebben de geliefde kaart. En je hebt misschien het gevoel dat je heel veel tijd, energie, wellicht ook geld ergens in hebt gestoken. Maar dit heeft niet het gewenste resultaat gehad. Je hebt je doel nog niet bereikt. Schildknaap van zwaarden. Iemand die op onderzoek uitgaat. Iemand die meer informatie nodig heeft. En onder op het dek nog steeds die magier. En de kelken aas. En dan hebben we de kelken 4. Zwaarden 10. Pentakels 5. Einde van een moeilijke situatie. Einde van een situatie waarin je het gevoel hebt dat er iets mist. Pentakels 5 is een gemis van iets. Je buitengesloten voelen, je eenzaam voelen. Het gevoel hebben te weinig financiële middelen te hebben. In de kou staan. Dit kan ook met je eigen waarde te maken hebben. Het gevoel hebben ergens niet goed genoeg voor te zijn. Of iemand heeft je dat gevoel gegeven. Een bepaalde situatie heeft je dat gevoel gegeven. En een einde. Een keuze maken. Een keuze maken voor iets nieuws. Iets wat je gelukkig maakt. En wellicht dat er inderdaad een kans binnenkomt. En die magier hadden we dus onder op het dek. We gaan de kaarten verklaren voor de komende week. Waarom ligt hier die magier? Kijk, en wat er hier onder op het dek ligt na het voorschudden, de aas van pentakels. Die gouden kans, die nieuwe start. Iets wat stabiliteit brengt, meer financieel voordeel. De aankoop van een grote aankoop. Het kan een aankoop zijn van een huis, van een auto. Kan een nieuwe baan betekenen, maar iets wat stabiliteit brengt. Voor de lange termijn. Waarom ligt hier de magier? Dat is wat je wil manifesteren. De magier. Waarom ligt hier de magier? Voor de week van 22 tot en met 28 mei. En als je inderdaad een contract gaat tekenen, dan zorg dat je de kleine lettertjes leest met de schildknaap van zwaarden. De magier wordt verklaard door nog 2 grote arcana kaarten, de gematigheid. Dus we hebben tweeling, we hebben boogschutter en we hebben waterenergie, heel sterk vissen met de hoge priesteres. En we hebben hier ook het oog liggen. Iemand die heel erg in tune is met zijn intuïtie. Vertrouw op je intuïtie. De hoge priesteres is iemand die ja, emoties binnenhoudt en luistert naar haar intuïtie. Zij maakt beslissingen. Ze weet wat haar te doen staat. Ze volgt haar intuïtie, ze volgt haar gevoel. En er is balans nodig, healing nodig in een situatie. En dat ben je aan het manifesteren de komende week. Healing, balans brengen. En dit is een energie van ja, je engelen die je de juiste weg wijzen, als het ware. Aartsengel Michael staat op de traditionele kaart van de gematigheid. Dit is ook een kaart van het rustig aandoen, het kalm aandoen, geduld hebben.
En datgene manifesteren inderdaad. Wat je intuïtie je aangeeft. De weg die je geleid wordt, als het ware. Waarom ligt hier de pentakel 7? Voor sommigen kan het te maken hebben met iets wat je gaat doen op spiritueel gebied. Iets wat te maken heeft met healing. Kan te maken hebben met communicatie. Waarom ligt hier de pentakel 7? Kan ook te maken hebben met een keuze in liefde. Pentakel 7 wordt verklaard door de zwaarde 9. Ja, iets waar je zorgen over maakt, over blijft nadenken, een nachtmerrie die maar door blijft gaan. Iets wat je maar niet los kunt laten. Dit kan te maken hebben met schuldgevoelens, overstappen die gezet zijn. Ja, iets waar je zorgen over maakt. En er komt, je wil vooruitgang. En ik heb het gevoel, er komt communicatie binnen. Dit is vooruitgang, positieve opties, mogelijkheden. En je hebt het gevoel niet vooruit te gaan in een situatie. Iets leidt nergens toe. Of iets leidt niet tot datgene wat je graag zou willen. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? De schildknaap van zwaarden. Het kan ook zijn dat je wat kritisch bent op jezelf. Staven 3. Plannen maken voor de lange termijn. Wachten tot je schepen binnenkomen. Meer informatie nodig hebben alvorens actie te ondernemen. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? De zegenwagen, ja. En dit is wel een kaart van moedig zijn. De eerste stap zetten, iets achterlaten. Ook met de staven 3 je rug keren. En volle vaart vooruit een andere richting kiezen. Uit je comfortzone durven te stappen. Zodra je inderdaad weet waar je precies naartoe wil, daar balans in kan vinden met de gematigheid kaart, rustig aan. Zorg dat je alle informatie hebt. Zorg dat je voor jezelf duidelijk hebt wat dat doel is. Waar wil je die zegen in behalen? En dan zie ik je wel actie ondernemen, maar ik zie je in de komende week inderdaad eerst nog naar meer informatie zoeken, nog afwachtend zijn. Waarom ligt hier de geliefde kaart? Ja, je bent teleurgesteld. Je bent teleurgesteld in iets wat zich niet zo heeft ontwikkeld als dat je graag zou willen. Kijk, het rad van fortuin. Goddelijke timing. Een soort van geluk. En een keuze maken als het gaat om datgene wat je bestemming is. Wat voor jou voorbestemd is, het lot. Daar zelf een keuze in maken. Om positieve vooruitgang, om daar actie op te ondernemen. Meer geluk, meer fortuin ook met het rad van fortuin. De geliefde kaart. Wauw, de kelken 3. Ja, geluk, vreugde, harmonie. Samenkomen met vrienden, met familie. Plezier maken. Dit kan te maken hebben met aankondigingen die daar binnenkomen op het gebied van relaties, op het gebied van kinderen. Voor sommigen van jullie kan het zijn dat je de komende week ook nog onderweg zult zijn om een huwelijk bij te wonen. Het kan voor sommigen zo zijn dat je een auto gaat kopen. Waarom ligt hier de staven 8? Staven 8. Zwaarde 4. Mediteren, nadenken. Het kan voor sommigen van jullie zo zijn dat je een periode je niet lekker hebt gevoeld, depressief hebt gevoeld, mentaal uitgeput, waardoor een situatie vertraagd is. Je niet datgene hebt kunnen geven in een situatie wat je graag had gezien. Ja, we hebben hier de staven 9. Vol blijven houden, niet opgeven.
Een gewonde strijder, iemand die al heel veel heeft meegemaakt. Maar ook weer iemand die ja, uitgeput is, alert is, zijn muur omhoog heeft. Een situatie die niet prettig voelt. En je wil positieve vooruitgang. Je gaat plannen maken voor de lange termijn. Staven 3. Waarom ligt hier de staven 3? Je bent aan het reflecteren. Dit kan te maken hebben met een werksituatie. Het kan te maken hebben met een relatie. Maar dit kan ook algemeen reflecteren op het leven. Hoe is alles tot nu verlopen? Waar sta ik op dit moment in het leven? En waar zou ik graag willen staan? En van die staven 3 naar de koning van staven. Iemand die het complete plaatje ziet. Een helder beeld heeft van een situatie. En klaar is om actie te ondernemen. Iemand die weet wat hij wil. Plannen maken en dan met de zegenwagen op je doel af. Maar eerst nog meer informatie. De zegenwagen. Dit kan te maken hebben met een aankomst of een vertrek uit het buitenland. Of er kan communicatie komen van iemand uit het buitenland. Iemand die terugkomt. Iemand die zich echt op afstand bevindt. En het hoeft niet per se in het buitenland te zijn. Het kan ook in een andere provincie. Of in ieder geval een afstand die met de auto te doen is. Er kan communicatie binnenkomen. Het kan een ram, leeuw, boogschutter zijn. Kreeft energie. Stier, leeuw, waterman, schorpioen. Nog een boodschap of nog een kaart voor de zegenwagen. Oeh, ridder van zwaarden. Schildknaap van kelken onder op het dek. Er kan iemand heel snel binnenkomen. Er kan iemand binnenkomen met een excuses. Waar je heel kritisch over bent. Iets wat je misschien niet helemaal voor waar aanneemt. Iemand die wat inconsistent is. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin? Kelken 9. Wensvervulling. Tevredenheid. Dus ja, je wil. Je gaat actie ondernemen. Je gaat een keuze maken als het gaat om. Van een situatie waarin je niet tevreden bent. Waarin je. Ja, wat je geen voldoening geeft. Waarin je het gevoel hebt: ik heb het nog niet bereikt. Wat ik graag zou willen bereiken, dan ga je praktische stappen zetten. Je gaat het heft in eigen handen nemen, de controle terugnemen. En dit heeft alles te maken met emotionele balans vinden, je geluk vinden. In een situatie belanden waar je je lekker voelt. Lekker in je vel, waarin je kunt genieten. Waarin je niet uitgeput bent, moe bent, gestrest bent. Mentaal uitgeput bent. Waarom ligt hier de kelken 3? Het heeft allemaal te maken met een nieuwe start. Ja, kijk. Een nieuwe start. Kelk en aas. Een nieuwe start die je gelukkig maakt. Kan te maken hebben met liefde, nieuwe liefde. We hebben hier een schildknaap van staven. Nieuw avontuur. Kan te maken hebben met werk. Staven 4. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met een verhuizing. Je woont ergens op een plek waar je niet lekker voelt. En het kan zijn dat er een nieuwe woning voor je komt. Met de staven 4 iets naar een volgend level tillen. Wensvervulling wederom. Geluk. En dit kan ook staan voor iemand die een huwelijksaanzoek krijgt. Of iemand wil met je samenwonen. Het kan zijn dat je een huwelijk bij zult wonen en daar iemand tegen gaat komen. Waardoor je voor een keuze komt te staan. We hebben ook de staven 5, innerlijk conflict. En het oordeel. En nog een aas, de aas van zwaarden. Dus we hebben de aas van kelken, de aas van staven, mist geloof ik als enige aas. Waar ligt hier de staven 5?
paven 5. De doodkaart. Een einde. Een transformatie. Een grote verandering. Ja, een grote verandering waar je al... Ja, je zit al langere tijd in de situatie en je denkt al langere tijd na om iets te veranderen in de situatie. Een ander huis, een andere woonplaats, een andere baan, een andere relatie. Of ja, een compleet nieuwe richting uitgaan, heb ik echt het gevoel met die zegenwagen. Een rad van fortuin, goddelijke timing, een keuze maken en daar actie op ondernemen. Dit is iemand die wat nieuws creëert. De magier. Op magische wijze zullen er dingen in vervulling gaan. Ik zie ook steeds die pentakel 6 naar voren komen. Je gaat je intuïtie vertrouwen. Je gaat naar een situatie die je healing brengt. Die je meer rust brengt. Een keuze maken omdat het ook goed is voor jezelf. Omdat je op dit moment het gevoel hebt dat er iets mist. En daar ga je actie op ondernemen. Dat is wat ik heel duidelijk doorkrijg voor de komende week. Uit je comfortzone stappen. Je conclusies liggen binnen handbereik. De antwoorden komen eraan. En het is tijd om nu negativiteit los te laten. En er zullen veel activiteiten achter elkaar plaatsvinden. Gebeurtenissen die echt een grote impact hebben op je leven. En zoals hier ligt inderdaad een handdruk van een vreemde, kan heel belangrijk zijn in de komende week. Dus dat is wat ik voor jullie heb. Als het resoneert, geef mijn video een like. Persoonlijke readingen voor de komende week kunnen nog aangevraagd worden. Alles gaat via de website en het staat in de beschrijving van de video. Ja, mocht je het leuk vinden, dan abonneer je op mijn kanaal. Druk op abonneren, dat is allemaal gratis. Dus heel veel liefde en licht. En tot de volgende keer. Dag!